Ja. En ja, je kan butsen wel voorkomen, maar er zijn natuurlijk altijd nog insecten die hier rondvliegen. Ja, wij proberen toch zoveel mogelijk gebruik te maken van nuttige insecten. En die nuttige insecten zijn onder andere oorwormen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, sluipwespen. En waarom zijn die zo nuttig? Omdat die luis eten. Okay. En we voeren één bespuiting uit tegen luis in het voorjaar. En daarna het hele jaar niet meer. Omdat we ervoor zorgen dat die insecten in stand blijven. En deze boomgaard die zit dan ook eigenlijk heel vol met oorwormen. En dat zelfs met plukken zo, dat ze in je overhemd komen te zitten, in je hemd. En in je, als je 's avonds naar huis gaat of thuis komt, dan zitten je kleren er vol mee. Ja? Ja. Maar ze zijn heel erg goed voor het fruit en ze doen verder ook niks. Nee. En nou, dan zou je dus die appels hoeven dus eigenlijk niet te wassen voordat we ze eten? Ja, die moeten wel gewassen. Appels moet je altijd wassen voor het eten. Het beste ongeschild eten. Goed wassen, maar ongeschild eten. Ja, want ik heb altijd gehoord van mijn moeder dat de meeste vitamines onder de schil zitten. Dat is inderdaad waar. Ja, ja dat klopt. Ja, en appels geven natuurlijk veel vezels en vitamine en mineralen. Ja. En een hoop vocht, want er zit natuurlijk veel vocht in appel. Ja. Vroeger hoorden we altijd snoepverstandig eten een appel, maar dat hoor je nou niet meer. Hè? Dat is niet een slagzin die je veel meer hoort. Nee. En, Zijn ze minder gezond geworden? Nee, ze zijn niet minder gezond geworden. Nee. Maar het is gewoon, ja, zo'n slagzin heeft een tijd. Ja. En die tijd is denk ik voorbij. Ja. Ja. Nou zie ik hier prachtige grote appels hangen. En nou kom ik bij dit boompje. Het lijken wel kersen. Ja, wij hebben veel verschillende soorten appels. We hebben al 6 verschillende soorten appels. En dat doen we om voor een duidelijke reden. Dat ten eerste, je hebt voor huisverkoop meer aanbod. Verschillend aanbod. En ten tweede is het voor ons makkelijk met plukken. Want wij hoeven maar een paar rijen tegelijk te plukken. Er is geen grote druk op ons. Nee. Want als je een heel perceel hebt, dan moet je gelijk plukkers inhuren. Ja. Maar wij kunnen gewoon 3 rijen plukken. En als dat klaar is, dan kunnen we naar de volgende 3 rijen. Ja. Nou, zodra we meer dan 2 rijen hebben staan, dan in de middelste rij zetten wij kruisbestuivers. En dat zijn deze sierappeltjes. Ja. Om een boom goed te laten bevruchten, heb je nodig dat die van een ander soort bestoven wordt. Het zijn sierappeltjes, die, je kunt ze niet eten, maar ze gaan puur voor kerststukjes, gaan ze weg. Ja. En nou, straks zijn al die appels eraf en dan wordt er weer winter en wordt er weer gesnoeid. Wordt iedere boom apart gesnoeid? Iedere boom wordt apart gesnoeid. Het systeem wat we nu aanhouden is dat we de top van de boom, heb je wat grotere takken, maar niet te groot. Dus wat zijtakken. Dan het middenstuk van de boom is, heb je een venster. Dus dan heb je heel smal snoeien langs de stam. En onder in de boom heb je een broek. En dan heb je dus brede takken naar de buitenkant. Wat is het effect? Dat je dus op deze takken kun je fruit krijgen. Hier heb je fruit aan de stam. Deze takken worden goed belicht. En ook die ondertakken worden goed belicht. Als je hier nou ook grote takken zou hebben, zou je hier allemaal slecht kleurende appels krijgen. Ja. Ze kleuren dus door de zon? Ze kleuren door de zon. Ja. Als je nou een droge zomer hebt, moet je ze dan ook nog water geven? Ja, we zitten hier op zandgrond. En eigenlijk elk jaar moet je toch wel water geven. Dit jaar in het bijzonder, want het heeft natuurlijk heel weinig geregend dit jaar. Nou, we hebben wel eens hele warme dagen in de zomer, dat het boven de 28 graden komt. En zodra die temperatuur wordt bereikt, dan zetten we de bovensproeiers aan. En dat zijn deze sproeiers. Oh ja. Ja, en er zitten om de 6 bomen, staat er een paal met zo'n sproeier. En die sproeiers die sproeien alleen maar in de lengterichting van de bomen. Dus alleen de bomen worden nat. De paden blijven, als er geen wind is, blijven de paden droog. Sproeien ze dan hard? Ze sproeien vrij hard. Ja. Maar ze geven een soort nevel over de bomen. Ja, oké. Ja. Nou, was ik net even in het winkeltje en daar zag ik ook appelsap staan. Is dat ook van uw eigen appels? Ja, dat is van onze eigen appels. We persen het niet zelf. We sturen het naar een kleine sapfabriek in Breukelen. We sturen een hoeveelheid appels en die persen dat. Stoppen dat in flessen en die sturen het weer terug aan ons. Ja.
Dus we kunnen stellen dat het sap uit eigen boomgaard is. Dat is ook waar. En ze doen er ook een label met onze naam erop. En zo verkopen we dat. En dat gaat heel goed. Dat is heel populair. Ja. Nou ziet die appelsap er meer troebeler uit. En een beetje anders van kleur dan de appelsap die we zelf kennen. Ja, dat is omdat het is niet geprocessed, die appelsap. Die wordt geperst, zoals ze zijn. Die worden gefilterd in een soort grof filter. En dan in flessen gedaan bij een temperatuur van 85 graden Celsius. Dan gaat een dop erop. En dan eigenlijk is het inmaken. Ja. Hetzelfde als inmaken. Ja. Doordat het zo warm in de fles gaat, krijg je een vacuüm in die fles als het afkoelt. En die flessen zijn 2 jaar houdbaar. Minimaal. Okay. Een uit de hand gelopen hobby, heb je net zelf al gezegd. Het ziet er geweldig uit. Waar haal je die kennis vandaan? Nou, toen wij hiermee begonnen, toen zijn we meteen lid geworden van de Nederlandse fruitorganisatie. Fruittelersorganisatie. En we zitten dus in een studiegroep van Midden-Brabant. En die houden dus bijeenkomsten. En die heb ik vanaf het begin af aan, zelfs voor nog dat we de bomen planten, heb ik dat bezocht. En heb ik gewoon een heleboel informatie opgestoken. En ik kan ook veel vragen aan andere fruittelers. Nou kwam ik hier voor een zak appels. Zullen wij weer naar de winkel gaan? Ja. Ja? Kan ik misschien ook nog wat appelsap meenemen? Dat hebben we inderdaad ook. Ja? Ja. Zit hier nou veel meer vitamine in deze appelsap? Het is alle vitamines die in de appel zitten, die zitten in de appelsap. Ja. Want de sap wordt geperst en wordt dan meteen in flessen gedaan. Ja. Dus wordt niets aan toegevoegd, maar er wordt ook niets uitgehaald. Nou, ik vind dit eigenlijk wel een lekker appeltje. Mag ik hier 1 kilo van? Ja. Ja? Dit is de gala. En dat is dus een zoete appel. En dan wil ik ook graag zo'n fles appelsap. Dat is dan. Dat is wel goed.